Plantenstof is 2 jaar geleden opgericht. En de doelstelling van het kenniscentrum is om commerciële toepassingen te ontwikkelen van plantenstoffen, van inhoudstof. Kunnen we nou teelten initiëren waarbij we niet alleen planten produceren en telen voor groenten of voor een mooi boeketje op de vensterbank of een plant in de tuin. Nee, kunnen we ook voor andere markten gaan produceren. Rob vertelde iets over de stand van zaken van de tuinbouwsector, dat het slecht gaat. Nou, dit zou een additioneel verdienmodel kunnen zijn voor de Nederlandse tuinbouwsector met alle expertise die we hebben op teeltgebied, op veredelingsgebied, logistiek, om juist die nieuwe markten te ontwikkelen. Onmiddellijk te maken met de langste ontwikkelingstijd, de hoogste ontwikkelingskosten en de strengste regulatoire eisen. Wat dus betekent dat de kosten voor ontwikkeling van producten veel en vele malen hoger zijn dan bijvoorbeeld in de fijnchemicaliën of in andere sectoren. Jullie zien ook overigens op de achterkant van de polders dat we proberen zo groot mogelijk de prijzen door Nederland te krijgen. Drenthe is hier wel aangeschoven in een andere richting. Lopig, en dat is hetzelfde verhaal als met de cultivars. Een soort middenweg gekozen die eigenlijk voor iedereen geschikt is. We proberen dus goede en smaakstoffen te identificeren. Helemaal gefocust nu op natuurlijke bronnen en ja, authentisch voedsel. Informatie uit de literatuur, ik weet niet of het allemaal te implementeren is, aan we zijn ontstaan na de sluiting van Organon MSD in Os. Er is een life science park ontstaan op de MSD-site. Globaal onderzoek heeft aangetoond dat de meeste kansen in agro-food is. Dus die redenen geven aan dat wij zeer geïnteresseerd zijn in dit project. Is dat als je dus één zaailing hebt, over 100 jaar zien die genetisch nog precies exact hetzelfde in elkaar. En zo kunnen we dus dan ook weer reproduceren. Ja, dit is het meest makkelijke. Ik kan zeggen, ik ga de mensheid verrassen, maar dat is onzin. Ik wil chefs verrassen met smaak en zeggen van, shit, hoe komt hij er weer op? Tomaten, paprika's, komkommers, sla, boontjes en broccoli. Kom op, er is een gaaf om zo meer in te gaan doen.